Ja, het doen van onderzoek, wat mij betreft, staat buiten kijf. Dat moeten we voor de patiënten doen om uiteindelijk ja, nog betere behandelingen te doen en nog beter te begrijpen. En uiteindelijk, ja, dat komt de patiënt ten goede. Het probleem is dat voor het doen van onderzoek heb je geld nodig. En dat geld, dat wordt steeds lastiger om gerealiseerd te krijgen. Want ja, A, zijn er heel veel ja, andere zaken waar geld voor gevraagd wordt. Maar voor het doen van onderzoek, dat zal de enige manier zijn om het veld van de borstkanker verder te helpen. Dus we moeten dat geld bij elkaar gaan verzamelen om dat onderzoek te kunnen blijven doen. En je kunt wel mooie ideeën hebben, maar ja, daar word je als onderzoek heel droevig van. Je wil ze uiteindelijk kunnen uitvoeren. En ja, helaas is daar veel geld voor nodig. En ja, alleen met dat geld zullen we uiteindelijk onze dromen kunnen verwezenlijken om dat onderzoek te doen. Ik ben Agnes Jager, ik ben internist-oncoloog en ik ben werkzaam in het Erasmus MC Kankerinstituut. En ik hou me met name bezig met de behandeling en het doen van onderzoek bij patiënten met borstkanker. Ik behandel borstkankerpatiënten en niet zelden de vrouwen die niet meer te genezen zijn. En die krijgen meerdere behandelingen. Dat is fijn, ze kunnen meerdere opties van behandeling krijgen. Maar ja, er is altijd weer een moment dat zo'n behandeling niet werkt. En dat is slecht nieuws. Dan moet je weer vertellen dat ja, hetgeen ze nu ondergaan qua behandeling niet het gewenste effect heeft. Ja, ik weet niet hoe ik het doe en ik weet ook niet of het voor elke patiënt passend is, maar het blijven hoop geven, maar wel realistisch zijn, dat is denk ik de balans die ik zoek. Ik zal nooit valse hoop geven, ik zal altijd eerlijk zijn, maar als er een beetje hoop is, dan wil ik heel graag meegaan in die hoop, want ja, als je dat niet meer hebt, dan is het bijna niet vol te houden, mijn inziens. Nou, ik vind überhaupt het zijn van dokter heel speciaal, maar in het bijzonder wel met patiënten met borstkanker. Want ja, op het moment dat mensen horen dat ze kanker hebben, dan, ja, dan gebeurt er heel erg veel. En dan gaat het echt om het wezen van leven en dood. En ja, het is werkelijk een voorrecht om met die patiënten te mogen werken, omdat ja, naast het inhoudelijke van de ziekte, je met die patiënten beleeft wat er allemaal ja, in ze omgaat. En dat is heftig. Als je nog voor de genezing kunt gaan, kun je die strijd aangaan. Maar op het moment dat het gaat om levensverlengende behandeling, is dat heel intensief. En ja, ik vind het buitengewoon bijzonder als ik in dat hele heftige traject een rol mag spelen en kan spelen, dat ik daar kan bijdragen. Nou, waar ik mezelf heel veel mee bezig hou is met mechanismen dat we geven wat wij noemen systemische behandeling. Dat zijn of tabletten die door ze slikken opgenomen worden in de bloedbaan of bijvoorbeeld chemotherapie wat je via een infuus geeft. En ja, dat werkt meestal voor een tijdje, maar op een gegeven moment worden die kankercellen er ongevoelig voor. Nou, ik vind twee aspecten heel belangrijk. Bij voorkeur zou je de patiënt selecteren van deze patiënt moet het middel wel krijgen en die patiënt beter niet. Dus van tevoren al weten of iets aanslaat, ja of nee. Nou, dat is heel moeilijk. Nu geven we het gewoon en we kijken achteraf, we meten het en we zeggen, nou, het heeft niet gewerkt. Of het heeft wel een tijdje gewerkt, maar kort. Daar doe ik onderzoek naar. Ik probeer te voorspellen net buiten het lichaam om te kijken of ik kan voorspellen welke patiënt welke chemotherapie moet hebben. Dat doen we bijvoorbeeld door hapjes te nemen van borstkankerweefsel. Dat zetten we op kweek. Dat kan ongeveer een week tot 10 dagen kunnen we dat in leven houden. En dan gaan we de chemotherapie buiten het lichaam toedienen om te kijken hoe reageert dat erop. Een ander belangrijk aspect is op het moment dat de therapie niet meer werkt. Dat gebeurt, dat weten we zeker in de uitgezaaide setting, dat als mensen een uitgezaaide ziekte hebben, die kunnen we niet genezen helaas. En dan spreken we over borstkankerpatiënten. Dat weten we dat het een gegeven is, dus op een goed moment wordt die kanker ons te slim af en ja, moeten we weer iets nieuws verzinnen. Maar waarom gebeurt dat? Waarom wordt die kanker ons te slim af? Waarom wordt die resistent tegen de middelen die we geven? Hele essentiële vraagstelling die niet alleen voor borstkanker geldt, maar eigenlijk voor elke kanker. En ook daar doen we onderzoek naar, om te kijken of we dat mechanisme kunnen ontrafelen, want dan kun je het voor zijn. Of dan kun je een combinatie geven om het mechanisme ongedaan te maken wat resistentie veroorzaakt. Ik zou het fantastisch vinden als ik een mooie stappen kan maken met het onderzoek, omdat het voor de patiënt meer betekent. Dat is het aan de onderzoekskant. Voor de patiënt hoop ik echt, wij noemen dat personalized medicine, hè? Dat is heel erg een term die heel erg veel gebruikt wordt. Dat wil zeggen dat we de tumor heel erg specifiek bekijken, hè? Want elke kanker is net weer iets anders. Dus ja, daarom moet je heel erg gericht op die kanker kijken. Maar ik zou eigenlijk meer personalized care willen geven. Dus zowel heel erg kijken naar het kankergedeelte, hoe specifiek dat is en hoe afwijkend dat is. En daar heel erg naar kijken, maar daarnaast ook de patiënt als een individu beschouwen.
we kunnen ook niet de patiënten allemaal over dezelfde manier behandelen. En ik vind het dagelijks een mooie uitdaging om dat goed te doen. En ja, om dat juist heel specifiek voor de patiënten te doen. Dus personalized care, daar zou ik wel voor willen gaan. En als ik dat bereik aan het eind van mijn carrière en ik heb dat goed gedaan, ik heb voor veel mensen kunnen betekenen, dan is het goed.